Ja, ik zit hier met een iets prettiger gevoel dan de laatste keer, bekerwedstrijd. Dus was wel een moeizame wedstrijd. Eerste helft van onze kant gewoon niet goed. Dus het was echt van onze kant uit een beetje gevoelsmatig een rennen-vliegenwedstrijd. Heel veel omschakelmomenten. Heerenveen de bal dreigend naar voren, balverlies, wij weer de bal, waren hem ook heel snel weer kwijt. Dus beide ploegen kregen niet echt controle. En ja, gelukkig voor ons kantelde dat na rust wat meer, ondanks dat we nog niet ons niveau haalden. Maar we hadden wel meer controle, meer grip. Sommige jongens gingen ook gewoon beter spelen dan de eerste helft. Ik denk wel dat de wissel, de noodgedwongen wissel bij Heerenveen, dat Dijkstra af moest en de kans op die positie moest gaan spelen, dat wel een heel belangrijk moment was in de wedstrijd. Dan zie je toch dat er een middenvelder aan de linkerkant komt. En ja, daar hebben wij voor ons gevoel dankbaar gebruik van kunnen maken. En uiteindelijk op die manier ook de 1-0 kunnen maken. Dus door Dusan. Ja, en in de eindfase zie je gewoon dat Heerenveen nog alles gaat proberen. Fabank gaat spelen met Ortigba erbij voorin. Ja, dan zie je vaak dat het aan de andere kant dreigender is. Hoewel hun ook nog één moment hadden met Ziyech, een schot vanuit de tweede lijn. Momentje waarbij Nick op het laatst een bal loslaat. Waarbij het misschien zo nog verkeerd kan aflopen. Maar je zag wel dat onze dreiging op dat moment vanuit de omschakeling, dat de kans groter was dat voor ons de tweede zou vallen. Dan dat Heerenveen gelijk zou spelen. Moeizame wedstrijd. Ik weet ook niet of het gevoelsmatig, want je zit in emotie aan de kant, of het een terechte uitslag is. Maar hij is wel heel erg lekker. Oké, dank u wel. Ook graag de analyse van Marco. Ja, nou, het is een beetje hetzelfde verhaal. Ik denk dat wij kwamen er ook niet door. We konden het eigenlijk niet voorbrengen wat we graag zouden hebben gewild. Vandaar dat de eerste helft een beetje een troosteloze 0-0 was. En in de tweede helft gingen we eigenlijk wel door. Het kwam ons niet slecht uit, hoor, want Twente is toch een te respecteren ploeg, moet ik zeggen. En wat ik al zei, voorin hadden we niet de brieën om het verschil te maken. Het was een vechtwedstrijd. En op het veld, zoals vanavond, wordt het er niet makkelijker op om het goed te voetballen. Maar desondanks denk ik dat we een beetje pech hebben gehad vandaag. We zijn niet gelukkig geweest. Als je het momentje ziet waarin wij een tegendoelpunt krijgen, dan gaat het uiteindelijk via een kluts. Het feit dat Mitchell uitvalt was de vijfde verdediger die we moesten vervangen. Dus dat werd ook een beetje te veel. En al met al hebben we dat niet kunnen compenseren. En komt Twente op 1-0. We hebben nog wat geprobeerd met wissels, met 1-op-1. Maar uiteindelijk konden we ook op het laatst niet de potten breken. En dat ze er 2-0 van maken, dat is jammer. Maar dat was uiteindelijk niet zo heel belangrijk. Het is jammer dat we niet hebben kunnen winnen. We hebben hard gewerkt, maar het zat niet mee vanavond. Oké, dankjewel ook. Zijn er vragen vanuit de journalisten? Ja, hiervoor. Graag even wachten tot de microfoon er is. De situatie Bjelland vindt Bogason. Wat vonden jullie daarvan? De situatie Bjelland vindt Bogason omver trok, geel kreeg. Oh ja, vijf minuten later. Ja. Dus dat, over dat ongelukkig zijn. Dat was een moment voor de 1-0. Waarin een scheidsrechter in mijn ogen ook een rode kaart had kunnen geven. En ik bedoel, ik vind het niet leuk om iemand een rode kaart aan te praten. Maar het zijn wel discutabele momenten. 0-0. En Alfred was volgens mij echt voor die Bjelland. En ik zeg tegen die vierde man, hij gaat recht op de keeper af. Ze zeiden, ja, naast hem staat nog een andere. In dit geval Bengtsson. Ik zeg, ja, maar hij loopt naar de keeper toe. Hij gaat niet in één keer linksaf. Dus, zeg het maar. Dus die scheidsrechter zegt dat. Ja, Oké, ja, dan moet je je bij neerleggen, hoe spijtig het ook is. Maar je hebt de kantelmoment Michel of niet? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, vanuit mijn oogpunt was het moeilijk te herkennen of de afstand dusdanig was dat hij nog dicht had kunnen lopen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken het gevoel, want vorige week overkwam ons precies hetzelfde. Ja, dan heb je al vrij snel van, joh, geef lekker rood. En begrijp het, maar ik kan het zo, op dit moment kan ik het niet beoordelen, maar we waren wel blij dat hij het niet deed. Ik dacht echt, hij geeft een rode kaart, dacht ik echt. Ja, dat dacht ik ook. De uitleg zal zijn dat Bengtsson naast hem liep er ook achter. Ja, nou ja, al zal die naast hem hebben gelopen, hij gaat richting goal. Dus ja, Bengtsson had er niet meer voor gekomen voor Alfred. Dus, nou ja, dat is jammer. Hiervoor, Johan Maas, Leeuwenkrant. Dezelfde vraag. Oké, zijn er nog andere vragen? Ja, hiervoor nog, ja.
Marco, hoe schat jij nu FC Twente in? Want die staan nu nog één punt van Ajax. Hoe schat jij die ploeg in? FC Twente is een goede ploeg. Die is in staat om het spel te maken. Het is ook een leuke ploeg om te zien. Er lopen veel goede voetballers in. Dus het is denk ik bovenin is het een open wedstrijd. Dus Ajax is een goede kans hebben. Twente doet goed mee. Vitesse heeft net een foutje begaan gisteren. Maar goed, ik wens ze veel succes. Wij hebben wat anders aan ons hoofd. Zijn er nog meer vragen? Helemaal achterin. Kun je even naar voren komen? Dan komt er een... Marco. Ja, ben jij ook journalist of niet? Nou, ben jij gewoon hier zomaar binnenkomen? Dan is dit de slotvraag. Een originele slotvraag. Ik ben speler van Unis Flyers. En eigenlijk was onze vraag van wanneer je eigenlijk weer op een clinic zou komen met het hele team. Op het ijshockey? Ijshockey, ja. Het heeft vorig jaar toch wel een beetje geholpen. Ja, dat was hartstikke leuk. Maar we hebben er wel over gesproken. En de elftalbegeleider is daar volgens mij druk mee bezig. Dus het ligt, hoe zeg je dat, in het verschiet. Oké, ja. Wij zouden het heel erg leuk vinden. Wij vonden het ook leuk, hoor. Dus, Top.